Oké, het laatste stukje van de base wat ik ga texture mappen, ga ik even in de top view en ik selecteer in eerste instantie even alle UV's. Zo. Van dat floorplane wat ik nog moet doen. En die map ik frontal. En ik pak de E van de move en die zet ik hierin. Dit ziet er natuurlijk niet uit in 3D, want het is veel te grof. Hoewel, het zou nog wel kunnen, maar het ziet er niet uit. Nou hoop ik dat ik een patroon te pakken heb wat ik op een of andere manier netjes kan spiegelen. Maar daar heb ik wel een trucje voor. Ten eerste ga ik eventjes een aantal UV's deselecteren. UV. Zo, deze kant. En ik ga met het scale tool ga ik dit even groter scalen totdat ik een stukje door de boom heen ben. En moet ik eventjes precies in het hoekje zetten. Zoiets. En dan ga ik deze gewoon terugklappen, dan spiegelt hij hem. Moet ik even kijken of ik dat voor elkaar ga krijgen. En dit even deselecteren. En dan ga ik hem scalen. Non-proportional. Over dit punt. En dan klap ik hem gewoon terug. Wacht eens even. Er zit hier een toeltje. Dit is weer een Mirror U. Ja, kijk, dat heb ik ook kunnen doen. En dan zet ik hem gewoon met het Move Tool op dezelfde plek. En dan heb ik hetzelfde. En nu loopt dit patroon door. Even wat lastiger omdat dit niet recht loopt met die andere twee delen. Hoe ga ik dat doen? Eerst maar eens even kijken waar ze op moeten matchen. Dat is dat. Dus we gaan deze UV's even selecteren. Welke moeten we dan hebben? Deze. Oeps, wacht even. Deze UV's moeten we hebben. En die ga ik even spiegelen over de y-as in eerste instantie. En die zet ik dan. Oeps. Je moet heel goed opletten welke tools je aan je muis hebt hangen, want je maakt heel snel een foutje. Die zet ik weer in de hoek. Pak ik het scale tool, de T van 10 is. En dan scale ik dit op. Gaat dit goed? Ik ben even een beetje aan het kijken waar dit uitkomt. Nee, dit gaat niet helemaal goed. Wacht even, ik heb hem hier over de middellijn heen gescaled. Dus ik doe hem hier zo. En ja, dan moeten we deze eventjes deselecteren. Control. Dit even weg. Dan hebben we deze, die gaan we spiegelen. Ja, over de U. En die gaan we opschuiven. Zo matcht het precies. En dan krijg ik hier alleen een naadje te zien, waarschijnlijk. Ja. En dat is enigszins vervelend. Maar daar gaan we eventjes deze jongens voor selecteren. Even kijken hoor, want hoe gaan we dit doen? Daar hebben we die twee driehoekjes, die zitten hier. Dat kan op zich wel. Even zien. Hier maar eventjes eerst de polygoon selecteren. Zo. Niet die. Klopt dit? Is dit symmetrisch? Nee, die hoort erbij. Zo. En dan gaan we ze gewoon even laten zakken.
in UV. Dit ziet er niet zo mooi uit. Er is een hoop getrut. Maar ja, goed, dat is UV en wrapper is nog steeds kantklossen voor beginners. Ik vind dit wel oké voor de hoeveelheid tijd die ik ervoor heb. Dus ik ga dit accepteren. Het is een heel mooi patroon geworden, vind ik. En ik kan hier naar de hand ook nog in textures kan ik hier een bun app uitfilteren. En dan zit dat dus gelijk op dezelfde plek vanwege de UV's.